What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kelvin. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van... Gekke werk. Dit was helemaal gek. Doe eens gek, je bent al normaal genoeg. Dat is mijn motto. God! En daarom doe ik in deze serie de meest idiote dingen die nog nooit iemand heeft gedaan. Waarom? Omdat het fucking grappig is. Ja, kom, kom, kom! En als het me niet lukt om de opdracht binnen 24 uur te fixen, kap ik met deze serie. Welkom bij Gekke Werk. Yo, dames en heren, mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Kalfijn. En het is weer tijd voor Gekke Werk. Jazeker, papies. Het is gewoon weer zover. We gaan het gewoon weer doen. What up? Ik moet binnen 24 uur de meest idiote opdrachten ooit voltooien die nooit iemand zou doen. Waarom? Omdat het grappig is. Ik heb een fanaccount een DM gestuurd en gevraagd om een getal tussen de 1 en de 100. Kelvin Forever heeft gezegd nummer 78. En ik ga kijken in de lijst van 100 meest idiote gekkenwerk opdrachten welke opdracht correspondeert met het nummer 78. En dan is dat hetgeen waar ik me de komende 24 uur in moet gaan vastbijten. Jazeker. Het wordt leuk of verschrikkelijk. Ik weet het niet. Nummer 78. Zet je eigen standbeeld in Madame Tussaud binnen 24 uur. Kut! Voor de mensen die niet weten wat Madame Tussaud is, dat is dat hele gebouw met al die wassen beelden van Brad Pitt en de koning en Enzo Knol en shit. En ik sta daar niet in. Maar ik moet er dus voor zorgen dat ik binnen 24 uur mijn eigen beeld in Madame Tussaud heb. Oké, abonneer even op mijn kanaal, geef deze video een duimpje omhoog en dan gaan we beginnen. Ik ben er klaar voor, let's go! Ah! Goed, dit is het plan. In Madame Tussauds staan allemaal standbeelden van wereldberoemde mensen, zoals Justin Bieber, Michael Jackson, Spider-Man en rapper Shores. En ik, de net niet bekend genoegen Kalfijn, ga mijn eigen fucking standbeeld neerzetten. Stiekem. Hoe? Ik koop een paspop, laat iemand mijn hoofd namaken van klei of papier-mâché of plastic of kauwgom, weet ik veel. Hup, zelfde outfitje aan, paprikaatje in zijn hand en neerzetten die knappe tijger. Klinkt als het beste plan ooit. I got this. Ja hoor! Yo! Hey! Daar gaan we weer. Michael is er ook weer bij. The one and only. Ik weet niet wat je dit keer allemaal weer gaat doen. Nou ja, ik heb de opdracht vandaag gekregen om mijn eigen standbeeld in Madame Tussauds te zetten. En zoals je weet sta ik nog niet in Madame Tussauds. Dus we moeten even iets bedenken waardoor het wel kan. Ik denk wat nu het handigst is, is dat we gewoon even naar Madame Tussauds gaan. En gewoon een kaartje kopen en gewoon even naar binnen gaan om te kijken hoe het daar... Hoe de beveiliging is, hoe de ruimte is, of er überhaupt plek is voor nog een extra pop. Ja, laten we dat gewoon doen. Let's go, papies. Ik ben op een plek in Amsterdam waar ik het liefst niet kom, omdat het veel te druk is, namelijk de Dam. En hier staat prachtige Madame Tussauds. Oké. So it begins. We hebben een iets kleinere camera meegenomen en een GoPro. Mission Impossible stijl. Ik ben wel benieuwd of dit er een beetje leuk uitziet dit. Hi. Ja. Deze ja. Is er bij 5 jullie akkoord, je een drankje bij ons in de warm. Wacht, verlicht dit gat. Ze laten hier dus zien hoe achterlijk veel werk het eigenlijk is om zo'n pop te maken. Dit is niet normaal. Dit gaan wij gewoon even in 22 uur proberen te fixen. Het is best wel vet eigenlijk. Ik vind het best wel hard. Het is wel ziek hoor, het is wel ziek hoe realistisch. Dit wordt nog wel een opgave, moet ik eerlijk toegeven. We kunnen eigenlijk gewoon een paspop kopen. Als ik gewoon een hoodie aandoe en mijn pop ook en kleren, dan moet eigenlijk alleen het hoofd te kloppen en de handen. Dus ze hebben gewoon allemaal kleren aan. Oké, het is zo druk hier jongen, dat is niet normaal. Hi. Mag ik met jou? Ja, natuurlijk. Je moet wel daar een beetje rekening mee houden morgen. Nu is de vlam is officieel aan. Het gaat gewoon lukken, ben ik zeker. Nu ben ik gewoon vuur in mijn ogen, let's go. Worden we niet gelukkig van.
Mijn conclusie is dat ik even moet nadenken over hoe we dit gaan fixen. Het is sowieso goed dat ik weet hoe het er allemaal nu uitziet. Maar het wordt wel goed beveiligd. En de poppen lijken gewoon wel realistisch, dus dat is ook belangrijk. En ik word gewoon best wel vaak herkend, dus dat is niet per se een voordeel of zo. Maar toen ik Enzo Knol zag staan, toen dacht ik, oké, dit moet gewoon lukken. Als dit niet lukt, dan is het Enzo Knol 1, Calvin 0 en dat kan ik niet. Ik ga even nadenken. Oké, ik heb even goed nagedacht wat een plan zou kunnen zijn. En ik kom erop uit dat ik dit niet alleen kan. Nou heb ik even opgezocht dat volgens mij een Madame Tussauds beeld 6 maanden duurt of zo om te maken. Maar ik ga Celine even bellen. Ik weet niet of jullie Celine kennen, maar Celine die kennen jullie misschien van dit. Deze wordt echt fucking moeilijk. Gadverdamme joh. Zij heeft een soort allemaal spulletjes en zo waarop ze dat kan. Dus ik hoop dat zij hier tijd voor heeft. Hey, Kel. Hey. Hey. Ik was heel even bang dat je niet zou opnemen. Wat is er? Wat is er aan de hand? Nou, ja. Vertel maar. Ik moet weer een leuke opdracht doen voor gekkenwerk. Ik moet binnen 24 uur mijn eigen standbeeld in Madame Tussauds zetten. Je weet hoe lang ze normaal gesproken over zo'n pop doen, hè? Ja, en wij gaan het samen gewoon binnen, nou ja, 20 uur gaan we het nog even fixen. Dat wordt iets minder, want ik kan hier nu niet weg. Ik denk dat ik pas aan het eind van de middag naar je toe zou kunnen komen. Oké, dus je kan wel, maar... Ja, tuurlijk, een beetje. Dus ja. Hoe de fuck doe je dit? Hoe fix je dit? Ik denk dat ik je gezicht heel goed kan afschieten. Dan moeten we een mannetje maken, tweedelig met ogen na. Ja, maar dan moet jij dingen gaan halen, Kel. Ik heb straks pauze, dan ga ik even kijken of ik een lijstje voor je kan maken met alles wat ik denk dat we nodig hebben. Oké, dankjewel. Voor alles. Doei. Celine gaat mij zo even een lijstje sturen van allemaal shit die ze nodig heeft om dat hoofd goed te kunnen maken. Ik ga dat dan maar fixen in de tussentijd. En dan komt ze volgens mij vanavond of eindmiddag komt ze naar me toe. En dan gaan we mijn hoofd maken. Ik heb de allerziekste outfit ooit gehaald voor mij en mijn pop. Overal 2 stuks van, zodat we er precies hetzelfde uitzien. Ik ga door, want ik moet nog allemaal andere shit halen en de tijd begint te dringen. Een pruik kan je fixen op de Rozengracht bij Backstage. Daar kan je ook een baldcap halen van Gladsan, heel belangrijk. We zijn bij Backstage. Dit is schijnbaar de winkel waar ik moet zijn. Ja. Oh jeetje, wat een opties. Ik ben nog nooit aangestaan als over vrouwen, dat kan ik je wel vertellen. Wat denk je dat het beste is? Sowieso heb je dat kort aan de zijkant. En ik heb best wel dunnig haar ook, hoor, volgens mij. Ja. Ja, dat kun je altijd nog wel uitsnijden. Maar je laat het sowieso nog bewerken door een kapper. Ja. Deze heeft een beetje die lowlights. We hebben wel haast, maar ik vind dit gewoon een iets te leuke speeltuin. Ik kan het niet laten. Oké. We hebben hem. Moet hem nog een klein beetje bijknippen, zodat het iets meer lijkt op mijn coupe van nu. Maar dan ben ik heel erg tevreden. Laten we doorgaan. Ik moet allemaal dingen hebben, maar ik weet niet wat het allemaal is en wat het betekent. Dus ik heb gewoon een boodschappenlijst. Hier, release cream, aceton, alginaat, component, siliconen, vlokken, kleur. Ja. Kun jij hier iets mee? Ja, dat moet kunnen. Oké. Oké. We got this, let's go. Jeetje, dat duurde lang.
Hi. Wat fijn dat je er bent. Dit heb ik allemaal, ja, ik weet niet of het, ik hoop dat het allemaal klopt. Laten we maar de dingen afdekken en zo en dan maar beginnen. Maar hoe lang duurt dit? Want ongeveer? Ja, ik denk dat we een heel kort nachtje krijgen. Ja? Nou, laten we dan beginnen. Maar ja, maar wat is de bedoeling? Ik ga eerst de voorkant doen. Ik moet kijken gewoon. Ik moet gewoon normaal, ja, mijn ogen dicht. Ja, ik moet mijn ogen dicht doen. En dan zo. Oké, okay, maar het is heel belangrijk dat je goed door je neus blijft ademen. Doe ik dan even... Nee, want ik ga dat proberen vrij te houden steeds. En op een gegeven moment hard het uit. Komt ie, ja? Oh nee, wat gebeurt hier? Doodeng vind ik dit. In het laatste stukje op je neus. Mikey, wil jij dit heel even in de gaten houden, dit? Natuurlijk. Even een foto. Kut, wat gebeurt er? Wat was dit, jongen? Alsof iemand gewoon het erin duwt. Nee. Gaat het? Jezus, ik schrik me kapot, jongen. Shake gewoon, hè? Het zat gewoon... Ik kon niet gewoon door mijn neus. Ik was echt even... Oh, maar ik schrik erover, want dit is me nog nooit gebeurd. Ik kon nog wel een tijdje even zonder adem, maar... Heb ik het nou verneukt? Ja, we zitten nu wel een beetje met een probleem. Nee! Ja, sorry, het was echt een reflexdingetje. Nee, maar we hebben toch nog gewoon spul. We kunnen gewoon nog dit weer proberen. Ja, maar dan alleen van de voorkant. Dan hebben we geen heel hoofd, alleen je gezicht. Poging 2. Celine, ben je er klaar voor? Ja. Michael, ben je er klaar voor? Ik let op. Calvin, ben je er klaar voor? Oh ja, leuk dat je het vraagt. Zeker. Kom maar. Oké. Ik denk dat hij eraf kan. Gekke bekken trekken en uitblazen. Yes. Ah, is het gelukt? Ja, op zich. Ik heb het overleefd. Hoe lang heb ik erin gezeten? Wat zal het zijn? Anderhalf uur of zo? Anderhalf uur. Doe je neus ademen en niks doen. Oké, what's next? I see a sky with a rainy car, but I'm the runner. Mijn haar is af. Dat is een klein beetje de conclusie. Het koppie is ook droog. Wow. Boy, yo. What the fuck? Check dit. Wow. Kijk dan. Maar mijn ogen zijn wel dicht. Ja, daar moeten we nog wat op verzinnen. Ik dacht gewoon open knippen. Ja. En dan gewoon oogleden maken en ogen maken. Wat lach jij? Waarom lach je? Het komt helemaal goed, joh. Waarom lach je nou? Kut! Hoe ben je nou? Help even! Dit kan toch niet? Wat een kutding! Ja, joh, breek me helemaal af, man. Jezus.
dit is het hoofd. Daar moet nog even wat aan gebeuren. Celine gaat dat hartstikke goed doen, hoop ik. Dit is nu even het tijdelijke hoofd, om een beetje dezelfde vibe te voelen. Ik heb geen idee wie welke... wie de echte is. Oké, ik ga naar bed. Het is inmiddels 2:30 of zo, ik heb alles een beetje opgeruimd. Mijn dubbelganger zit er ook lekker bij. Celine is nog wat finishing touches aan het doen. Maar het is nog niet goed genoeg, vind jij? Nee. Kan nog veel beter. Maar vind je het ergens, ik wil wel gaan slapen? Nee hoor. Oké. Veel succes, zet hem op wijfie. Jij mag hier slapen, ik hoop dat je nog een uurtje slaap kan pakken. En morgen is dan gewoon een grote dag. Morgen gaan we gewoon deze unit in Madame Tussauds proberen te zetten. Dit is echt knettergek. Het gaat gebeuren. Celine heeft praktisch de hele nacht doorgewerkt om ervoor te zorgen dat ik er semi-realistisch uitzie. Ik moet zeggen, ik ben onder de indruk. Ik werd alleen vanochtend wel wakker met het bijzondere besef dat we dit ding nog in Madame Tussauds moeten gaan krijgen. Oh, er komt iemand bij. Die kan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, geen vragen stellen. Kom maar, Calvin. Hoppakee. Oké, daar gaan we. We hebben even een zonnebrilletje opgedaan, want zo kunnen we makkelijker naar binnen krijgen. Ik betwijfel ook echt of we niet gewoon bij de deur al staande worden gehouden. Dankjewel hè. Oké, het moment is daar. Ik heb even mijn jas aangedaan, want zo lijk ik iets minder op de pop. Doe een beetje zo. We staan om de hoek bij Madame Tussauds. Dit is echt weer zo verschrikkelijk. Ik voel me weer zo'n mogol. Het is echt niet goed. Oké, Mike, ik denk dat het slim is als jij voorop loopt. En dan Celine poest mijn beeld zeg maar naar voren. En dan blijf ik er gewoon achter, alsof ik er niet bij hoor. Want ik lijk wel een klein beetje... op deze guy, omdat we precies dezelfde kleding aan hebben. Goedendag. Hi. Mag ik mijn kaartje bij jou afgeven? U mag hem zo meteen bij mijn collega's scannen en dan komt het helemaal goed. Okay. Als u al kaartjes heeft, kunt u doorlopen. Naar ja, wij hebben al een kaartje. Gewoon meteen doorlopen, gewoon doorlopen. Gewoon een stuk doorlopen, ja. Loop maar door, loop maar door. Hi. Ja. Okay. Stel die fucking lift dicht. Stel die fucking lift dicht. Laat die fucking lift dicht gaan. Oké, niet te gek doen. Er zitten ook andere mensen bij ons in de lift. Het zijn geen Nederlanders gelukkig. Hallo en welkom bij Madame Tussauds. Dit is echt goud. We zijn gewoon langs de eerste controle. Holy fuck, ouwe. Oké, we moeten door. Kom maar. Oh nee, die spotlight. To present our first award, it's Angelina Jolie. Je hebt nog gewoon nu meelopen in deze stream. Draai maar een beetje die kant, draai die kant. Nee, kop die kant. Oké, er staan twee van die beveiligde gastjes hier om de hoek. Er zit een van de kastje te checken. We zijn in ieder geval binnen, maar we hebben een klein beetje bekijkers getrokken. En we zijn in ieder geval binnen, maar ik wil mezelf gewoon in dat hok van Enzo Knol krijgen. Maar dat is wel helemaal een stuk verder in het museum, dus we gaan gewoon doorlopen. Kom. Til gewoon deze unit op, zo. Hier. Dit is echt debiel. Echt te debiel voor woorden dit. Ja. Godverdomme, weer een trap. Fuck it, hier is hij. Hier even langs. Fuck it, scheid hebben. Doe het even tempo maken.
hoe moet ik zitten? Zo? Het is fucking gelukt. Het is gelukt, ja! Hallo, ik zou hem lekker thuis meenemen in je slaapkamer. Dan mag hij ook weer naar buiten helaas. Het was leuk zolang het duurde. Jongens, even een mededeling. Normaal gesproken doe ik dit niet, maar Gekkenweek is genomineerd voor een televisiering, namelijk de prijs voor beste online videoserie. En die wil ik heel graag winnen. Omdat Gekkenweg fantastisch is, het is mijn kindje, het is het beste programma wat ik ooit gemaakt heb. Het wordt super vaak bekeken, dus het zou me enorm helpen als jullie me steunen. Stem op Gekkenweg als je het een vette serie vindt, als je het een vette aflevering vond. Check hieronder in de beschrijving en dan zie ik jullie bij de volgende aflevering. Dankjewel!